Dag dames en heren, dit is de Brabant in Nieuws van 25 januari met vandaag. 118 ITS-filialen sluiten per direct. Vermiste Tilburger mogelijk gevonden in het Wilhelmina-kanaal. En ophef over carnavalsroute in 's-Hertogenbosch. Ik ben Erwin Veenstra. De brandweer in Tilburg heeft tijdens het zoeken naar de vermiste Bart van der Zalm in het Wilhelmina-kanaal een stoffelijk overschot gevonden. Of het ook daadwerkelijk om de 23-jarige van der Zalm gaat, kan de politie nog niet zeggen. De brandweer zocht dinsdagmiddag naar van der Zalm in het Wilhelmina-kanaal. Zondag werd daar namelijk in de buurt zijn fiets, mobieltje en sleutelbos door voorbijgangers gevonden. Of het stoffelijk overschot dat is gevonden daadwerkelijk de vermiste Tilburger is, kan de politie nog niet zeggen. Ze zijn bezig met de identificatie en sporenonderzoek. Van der Zalm wordt sinds zaterdagnacht vermist. Hij is niet teruggekomen na een avondje stappen. Vanuit het centrum is hij vermoedelijk naar zijn huis in Tilburg-Noord gefietst. Hij is daar echter nooit aangekomen. Impact Retail, het moederbedrijf van elektronica-bedrijf ITS Electronics, modern.nl en prijstopper, heeft dinsdag uitstel van betaling aangevraagd. Alle 118 winkels en webshops zijn per direct gesloten. Het hoofdkantoor van ITS in Tilburg lag er dinsdag dan ook verlaten bij. Impact Retail, een moederbedrijf van het elektronica-bedrijf ITS Electronics, modern.nl en prijstopper, heeft dinsdag Sjoerd Jansen van betaling aangevraagd. Alle 118 winkels en webshops zijn per direct gesloten. Het hoofdkantoor in Tilburg lag er dinsdag dan ook verlaten bij. Impact Retail onderzoekt nu de mogelijkheden van een doorstart van winkels en webshops. Op dit moment werken daar 980 mensen. Volgens een woordvoerder van het bedrijf zijn de verminderde marges in een toegenomen concurrerende markt de reden van de aanvraag van de Sjoerd Jansen. Impact Retail was al jaren enorm verliesgevend en was al bezig met een herstyling van het bedrijf. Toch kwam het bericht van de sluiting bij de vakbond FNV maandagavond als een donderslag bij heldere hemel. Op deuren bij de ITS-vestigingen in Tilburg en Breda hangt een brief over de sluiting en dat deze te maken heeft met de reorganisatie. Volgens een woordvoerder van het bedrijf blijven de zaken voorlopig gesloten en konden er nog geen verdere mededelingen worden gedaan over een eventuele doorstart. Bij de rechtbank van Breda stond dinsdag TS terecht. Deze belandde op 6 juni 2009 in een vuurgevecht met JV voor de Mediamarkt in Breda. Aanleiding van de schietpartij was vermoedelijk een ruzie om een Porsche. De schietpartij vond die 6 juni net na sluitingstijds plaats voor de Mediamarkt en de Kruisvoort. Twee bewakers van het concern waren getuigen van het incident waarvan de ene ook daadwerkelijk iets gezien heeft. V raakte bij het schietincident zwaar gewond. Levensgevaarlijk gewond zelfs, is drie keer geraakt, onder andere in zijn buik. Heeft er langdurig in het ziekenhuis gelegen, is wel redelijk opgeknapt, lichamelijk althans. Daar is gisteren 4 jaar tegen geëist. Hoewel V het slachtoffer was, hoorde hij toch een veel hogere straf tegen zich eisen dan S. Deze hoorde namelijk 1 jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Vreemd, omdat S bij het incident ongedeerd bleef. Dat komt omdat de officier van justitie het aannemelijk acht, zoals ze dat zegt, dat V is begonnen met schieten. En dat dus S een beroep kan doen op noodweer, dat hij uit zelfverdediging geschoten heeft. En hem legt ze daarom alleen maar het wapenbezit ten laste. En daarvoor eist ze dan nog 1 jaar gevangenisstraf, omdat er uiteindelijk natuurlijk met dat wapen ook nog geschoten is. De zaak sleepte zich zo lang voort omdat er maar 2 getuigen waren. Een van de getuigen had eigenlijk gezien wat er gebeurd is. Die getuige is ook 4 keer opnieuw gehoord. Wat voor de officier van justitie de zaak bemoeilijkte was dat die verklaringen alle 4 keer ook nog verschillend waren. Zodoende was ze helemaal afhankelijk van de verklaringen van die beide verdachten. Waarvan er dus 1 levensgevaarlijk gewond was en dus ook pas veel later gehoord kon worden. De andere is ook pas later, pas een maand na het gebeurde, aangehouden. Het is een heel gecompliceerd, dat zei de president ook net nog, een heel gecompliceerd onderzoek geweest. En de behandeling op de rechtbank heeft ook 1,5 dag geduurd. Terwijl doorgaans zo'n zaak toch binnen 1,5 dag wordt afgewerkt. En ze zijn er nu toch 1 uur of 10 mee bezig geweest ruim. Deze moeizame zaak nadert nu zijn einde. Ja, en TS die al 1,5 jaar in voorlopige hechtenis zit, hoort over 14 dagen zijn definitieve vonnis.
De 32-jarige Vincent T. die is aangeklaagd voor de moord op zijn buurvrouw Joanna Yates in het Engelse Bristol, komt niet op borgtocht vrij. Dat heeft de rechter dinsdag bepaald. De zaak heeft zowel in Engeland als in Nederland erg veel aandacht gekregen sinds het bevroren lichaam van Yates op eerste kerstdag werd aangetroffen op een landweggetje. Op 29 april gaat de rechtszaak tegen de Vechelse verdachte verder. Volgens de Telegraaf beschikte het advocatenteam van Vincent T. over een getuige die hem mogelijk kan vrijpleiten als dader van de moord. Een originele klassefoto uit 1866 met Vincent van Gogh gaat in een eeuwige bruikleen naar de gemeente Tilburg. Vanaf 1 februari is de foto voor het publiek te bezichtigen in het Vincent Tekenlokaal in het Paleis Raadhuis in Tilburg. De foto dook al in de jaren 70 op en is in het bezit van het Koning Willem II College. Vincent zat op de voormalige Rijks-HBS Koning Willem II toen gevestigd in het Paleis in Tilburg. Op de foto is Van Gogh 13 jaar oud. Goed, tot zover. We gaan verder met het korte nieuws van vandaag. In verband met de mislukte moordaanslag op een 38-jarige man uit Sint-Willibrord afgelopen zaterdag wordt het Sint-Franciscus ziekenhuis in Roosendaal, waar de man ligt, beveiligd. De politie houdt er vermoedelijk rekening mee dat de dader zijn werk af wil maken. Bekenden van de man uit Sint-Willibrord denken te weten wie de persoon is die zaterdag schoot op het slachtoffer in Café de Bali. Het zou gaan om een man uit Roosendaal, met wie de 38-jarige man uit Sint-Willibrord al jaren ruzie heeft. In verband met het onderzoek wil de politie vooralsnog niet inhoudelijk ingaan op de zaak. De schade die bedrijven en particulieren hebben opgelopen als gevolg van de brand bij Chemiepak in Moerdijk wordt geschat op 4,1 miljoen euro. Dat blijkt uit een inventarisatie van de gemeente Moerdijk. Kort na de brand opende de gemeente een meldpunt om duidelijk te krijgen wat de omvang van de schade bedroeg, wat voor schade er was en ook om het aantal schademeldingen te achterhalen. Omdat er weinig nieuwe meldingen meer binnenkwamen, besloot Moerdijk maandag het nummer uit de lucht te halen. De schade die Chemiepak zelf opliep is niet in het bedrag meegenomen. Het hoogwater van de afgelopen 2 weken laat veel rotzooi achter op de oevers van de Bergse Maas. Er ligt vooral veel riet en daarin een hoop afval, zoals plastic. En dat levert problemen op, omdat het jaren duurt voordat het plastic afgebroken is. De troep in het water is nu duidelijk zichtbaar, omdat het water 1 meter of 2 gezakt is de afgelopen dagen. In 1995 kwam het water ook al zo hoog. Destijds moesten 250.000 bewoners worden geëvacueerd. Verderop in deze uitzending. Ophef over carnavalsroute in 's-Hertogenbosch. Maar eerst, de militaire bonden zijn begonnen met acties tegen de bezuinigingsplannen van minister Hillen. Op de luchtmachtbasis in Woensdrecht deelden vakbondsleden flyers uit. Minister Hillen wil de komende jaren meer dan 1 miljard euro gaan besparen. Er moeten onder meer 10.000 banen verdwijnen. De bonden zeggen dat de militairen niet alleen moeten vrezen voor hun baan, maar ook dat ze worden geraakt in hun portemonnee. Iedereen moet bezuinigen, maar dit is volgens de vakbond net iets te ingrijpend. Nu zijn er natuurlijk tijden van bezuinigingen. U zegt van ja, liefst geen gedwongen ontslagen, behoud van arbeidsvoorwaarden en genoeg geld om veilig te kunnen werken. Maar ja, op welk onderdeel zou er dan bezuinigd kunnen worden bij Defensie? Laat ik het zo formuleren. Ik heb hier in de bijeenkomst ook verteld dat uiteindelijk de politiek gaat over de keuzes die gemaakt moeten worden binnen de defensieorganisatie. Dat is helder. Ik sta hier als vertegenwoordiger van de militaire vakbond voor het personeel. En ik vind dat als er heldere keuzes gemaakt zijn, dat het personeel dan daar niet de dupe van mag worden. En ik sta dus hier voor het belang van die medewerkers. En als er een keuze is die erop neerkomt dat er ergens een veld gesloten moet worden en er dus op die manier een aantal mensen overtollig zijn, dat wij er dan voor moeten zorgen dat die mensen op een hele nette manier ergens anders aan de baan geholpen kunnen worden. Iedereen wordt opgeroepen 17 februari naar het Malieveld in Den Haag te komen om hun stem te laten horen tijdens de landelijke manifestatie. Het defensiepersoneel op de basis in Woensdrecht werd dinsdagochtend bijgepraat. En u bent op de hoogte gesteld. Ja, wat vindt u ervan tot nu toe? Precies zoals ik het verwacht had. En dat is? Dat je risico moet houden met de gevolgen die er kunnen plaatsvinden als er geen acties op de touw gezet worden. Ik vind het zeer nuttig dat ze echt op de werkvloer goede uitleg komen geven.
En dat ze iedereen stimuleren om, ja, om er het zijne mee te doen. Ze zelf, En wat is het uur? Het mijne is dat ik zeker de 17e daar naartoe ga. Ja, om zeker mijn stem te laten horen. Ja. Sprak er net iemand al van, ja, is dat niet te zoetsappig? We hebben een zeker pad. We beginnen low level en we schalen stilaan op. Wij doen eerst voor de poort, heb ik gezegd. We gaan nu hier, dan gaan we de 17e doen. En als de 17e de steun oplevert die wij hopen dat we krijgen voor onze insteek, dan gaan wij daarna de acties verder uitbreiden. En dat zal dus betekenen in die opschaling waar ik het net over had, dat ze ook wel iets harder zullen gaan worden. Kunt u zo'n voorbeeld geven? Ja, nu vraagt u mij om te gaan vertellen van wat dan gaat gebeuren en ik denk dat dat niet echt verstandig is. Het personeel is te degen bewust wat de gevolgen kunnen zijn. Dat kan ook op mij slaan, dat kan op mijn collega's slaan, dat kan voor iedereen tellen. Ja, kijk, het is duidelijk dat er echt grote klappen gaan vallen. Als er 10.000 man uit moeten, dan is het onvermijdelijk dat er echt gesneden gaat worden. Dus daar houdt iedereen wel rekening mee. Tenminste, ik wel. Ook persoonlijk. Ik wens jullie nog een hele prettige werkdag toe. En tot de 17e. Aan uw voort. De Bosse carnavalsverenigingen zijn fel tegen de plannen van de gemeente om de Vughtestraat, de Kruisstraat en de Postelstraat uit de carnavalsoptocht te schrappen. Volgens de gemeente loopt het publiek in deze smalle straten een te groot risico op incidenten. De Bosse carnavalsvereniging De Kikvorsche heeft net een nieuwe wagen aangeschaft. Maar daarmee mogen de carnavallers niet meer door de Kruisstraat en de Postelstraat rijden. Want volgens de gemeente zijn de straten te smal en trekt de optocht steeds meer publiek, waardoor er in noodsituaties onvoldoende vluchtroutes zijn. Ook zijn de plekken moeilijk bereikbaar voor hulpverleners. De carnavalsverenigingen zijn fel tegen de plannen, want de optocht heeft al jaren dezelfde route. Als je de optocht loopt, is het al zo koud, ooit regen, sneeuw, en dan is het voor onze verademing om in die Postelstraat te komen, want de sfeer is zo enorm. Daar zijn de krenten in de pap voor de Kikvorschen. Maar juist die drukte is een probleem volgens de gemeente. Ja, het is denk ik 40 jaar nog geen probleem geweest. En als het nooit geen probleem is geweest, dan snap ik niet dat ze nu in één keer wel problemen zien. Natuurlijk zijn er een paar kwetsbare puntjes. Maar ja, dit zou ik zeggen, organisatorisch zouden die aangepakt moeten kunnen worden. Hoe dan? Met de ministerraad te bespreken hoe of wat. En dan kan er zelf de Oeteldonkse Club, die kan zelf zorgen voor mensen die de drukte vanaf het station richting de Visstraat, om die op proberen te vangen. Want daar zit hem nou volgens mij net het knelpunt. Wat volgens de gemeente juist meespeelt is een incident waarbij enkele kinderen vanwege de grote drukte bijna onder een carnavalswagen terecht zijn gekomen. Dat was vroeger al, ik volg hem al vanaf de 50e jaren, als ze die reclamewagens met snoep gingen gooien, dan was het bijna dat er ook kinderen onder de wagen zouden komen. Dus dat is iets wat altijd blijft. Dat is een gevaar en daar zal ook op gelet moeten worden. Op die punten zal er juist mensen moeten staan om de zaak goed in de gaten te houden. Navraag bij de Bosse ziekenhuizen levert geen cijfers op. Een woordvoerder kan niet vertellen of en hoeveel mensen gewond zijn geraakt tijdens de carnavalsoptochten. De carnavalsverenigingen krijgen steun van Ruud Schouten van GroenLinks. De fractievoorzitter stelt dinsdagavond vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de zaak. Schouten wil weten of er mogelijk andere maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid van het publiek te garanderen. Vanavond dan is er een vergadering en burgemeester Rombouts is toch de hoofd van de politie. Dus ik denk, is een echte Oeteldonker inmiddels geworden. Dus ik denk ook wel dat Rombouts wel gaat kiezen voor dat de optocht toch gewoon weer door de Postelstraat heen gaat. En daar rekenen we op. Nou, is nog even spannend dus voor de Oeteldonkers. Tot zover het Brabantie nieuws voor vandaag. Meer nieuws is na te lezen op onze website. Ga dan naar www.brabant10.nl en zometeen na deze uitzending kunt u kijken naar het weerbericht en het praatprogramma Om Tafel. Wij zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending om 7 uur. Graag tot dan en een hele fijne dag. Dag!
Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door VDS Auto Den Dungen. Dinsdag was het nat en zacht in Brabant. Woensdag is er tamelijk veel bewolking en valt er eerst een enkele bui. Later blijft het nagenoeg overal droog. De maximumtemperatuur wordt circa 4 tot 5 graden. De wind draait naar het noordoosten en neemt toe tot matig. Donderdag af en toe zon en droog en circa 1 graad. Vrijdag en zaterdag periode met zon en droog. In de nacht is er lichte vorst en overdag zijn de temperaturen rond het vriespunt. Vanaf zondag wordt het opnieuw iets zachter. Het weer werd mede mogelijk gemaakt door VDS Auto Den Dungen.